vorig jaar gekozen tot de vrijwilliger van het jaar van Ridderkerk. Hans, ja, een bewogen jaar misschien voor jou achter de rug inmiddels? Ja, dat klopt. Het was heel leuk om dat mee te maken. In eerste instantie dus vorig jaar. De nominatie, daar begon het mee. En daarna nog zelfs de verkiezing. Maar ja, het jaar erop is het natuurlijk heel leuk geweest als zijn de vrijwilliger van het jaar benoemd te worden. En ik ben daar ook een aantal keren over geïnterviewd, dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Als vrijwilliger van het jaar betekent dat je ja, ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan hebt in het verleden, maar uiteraard ook nog steeds doet. Kan je misschien een indicatie geven van wat je eigenlijk dit jaar ook nog eens naast je huidige baan aan vrijwilligerswerk hebt gedaan? Ik zit in het bestuur bij Steuners 72. Daar hebben we het best druk momenteel. Ik doe voor de brandweer het project Polen, BRES. Dat is een hulp aan een kinderthuis in Polen. En daarnaast ben ik vrijwillig brandweerman. En ik schrijf regelmatig hier en daar voor de krant. Wat verslagen voor de brandweer, zeker weer voor de sport. En daarnaast doe ik nog een uurtje Love Songs op de zondagavond. En af en toe bij de sport. Dus ja, ik ben redelijk van straat. U zit in de organisatie van dit gala. Ja. Een groot feest? Een groot feest. Dit is voor het tweede jaar in ieder geval. Het lijkt storm te lopen. Want het eerste jaar, nou ja, toen zaten we niet helemaal vol. Maar de kaarten waren nu al zeer spoedig aan de man gebracht. En ja, ik denk dat het heel erg vol wordt. Het speelt dus erg, denk ik, in de gemeente tegenwoordig, dit jaar. Nu hebben we in de afgelopen weken kunnen zien welke mensen genomineerd zijn. Was dat een moeilijke keuze? Want er waren natuurlijk veel meer mensen aangemeld. Maar ja, dan blijven uiteindelijk maar een aantal genomineerden over. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, het is een samenspel van de vrijwilliger van het jaar, de jonge vrijwilliger van het jaar, de wijken en de held van het jaar. En hoe zich specifiek de jurering van de vrijwilliger en de jonge vrijwilliger van het jaar hebben afgespeeld, dat weet ik niet zo precies. Dat doet dynamiek. Hoe de held van het jaar is gekozen, dat is door de politie gebeurd. En daarnaast, de wijken van het jaar, die hebben Toon Huizen en ik, zijn daar de juryleden van de Ridderkerk heeft de slinger nodig. En wij hebben drie wijken genomineerd, waarvan er dan één de wijk van het jaar zal worden van 2008. En de andere, ja, daar zijn ook een vijf genomineerden van de vrijwilliger van het jaar. De jonge vrijwilliger, twee jonge vrijwilligers genomineerd. En er waren volgens mij twee of drie mensen genomineerd voor de helft van het jaar. Die dan dus door de politie gekozen wordt. Ja, dus in totaal heel veel mensen die eigenlijk ja, een titel verdienen. Wellicht niet zometeen niet allemaal kunnen krijgen, maar ja, het speelt dus wel in Ridderkerk. Ja, het speelt absoluut. En het is fijn dat nu dat hele gala zo tot stand is gekomen. Want vroeger had je natuurlijk de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar en de jonge vrijwilliger van het jaar. En je had een aparte verkiezing voor de bewoner, heette dat toen nog, van het jaar. Dat is nu held geworden. En je had verkiezing van de wijk van het jaar. En dat hebben we nu samen gebundeld tot een gala. En dan heeft het ook meer cachet natuurlijk. Veel beter als dat het voorheen een beetje was. Ze zetten zich altijd heel erg in voor dit soort dingen. Ze bijt zich erin vast. En het is leuk om dan te zien dat ze daar ook een stuk waardering voor krijgt vanuit de gemeente. Dames en heren, gekocht heeft om naar ons te komen kijken. Ja, dan krijgen ze een applaus. Oh, wie zei dat dan? Ja. Snap ik ook. Ja. Snap ik ook. Ja, ik ook.
Normaal gesproken staan we in het theater en dan hebben ze een kaartje voor ons gekocht. En dan horen wij vooraf, als we achter in de coulissen staan, al van groen. Oh, ik hoop dat Ingrid er weer bij is. Ja, altijd. En hoe leuk zou Bart weer die groene blouse aan hebben of toch geel. En mensen verwachten ons dan ook. U heeft het ook gezien, hè? Er is een typfout. Het is niet de giganten, maar de arrogante. Het gale der... Nee, het is wel het gale der giganten. Goedenavond. Zeker weten. Wij zijn Impro Cabaret Groep de Arrogantjes. En achter het keyboard mag ik even een applaus voor Bram. Richard, Ingrid en mijn naam is Bart, hallo. En we hebben een spannende avond voor de boeg. Ja, vooral voor degenen die genomineerd zijn natuurlijk. Ja, eentje is er niet opkomen dagen zie ik, terwijl er wel de stoel gereserveerd is. Of die zit op een, of die zit vrijwillig op een andere stoel. En nou vroegen wij ons af, wat betekent gala voor u? Nou, voor sommigen die hebben echt de kast opengerukt, de motteballen uitgeklopt en de meest fantastische kostuums weer aangetrokken. Ik zag overigens wel bij een paar mensen van, ik zeg, misschien moet u toch een nieuwe kopen. Hij zit een beetje te strak. Valt het op? Bij anderen dacht ik van, nou, je mag best wel weer wat chocola gaan eten. Hoewel het ook dit jaar ontzettend moeilijk was om een keuze te maken, omdat het werk van alle voorgedragen, dus alle 17 kandidaten, enorm belangrijk, groot en ontzettend waardevol is, is het toch een keuze gemaakt. Zo is het leven nou eenmaal. Je moet een keuze maken. Uit de 17 voorgedragen kandidaten zijn uiteindelijk 5 mensen genomineerd. En u heeft ze lang zien komen in die prachtige film. Ik noem ze in alfabetische volgorde. De heer Nico Bravenboer, onze bluesman. Mevrouw Elselien van Gameren. Mevrouw Nelly de Groot. Mevrouw Attie Owens en de heer Jos de Vos. De heer Nico Bravenboer, daar is de eerste oorkonde voor. En als je goed hebt opgelet, dan weet je wie het is. Ja, natuurlijk. Ja, ja, voor het woord wat. Mevrouw Elselien van Gameren. Fantastisch. Mevrouw Nelly de Groot. Nou, dat moet niet moeilijk zijn, want er is er nog 1 over. Wie heb je nu? Mevrouw Attie Owens. Attie. En Jos de Vos. De korfballer. Jos en ik weten allebei hoe oud we zijn. Genomineerde vrijwilliger voor de Jaap van de Graafprijs voldoet in alle opzichten aan de voorafgestelde criteria. Ze, het is een ze, zet zich in als vrijwilliger. Onder andere voor de gehandicapte rater in de kerk. Toen ik hoorde dat ik genomineerd was, toen had ik zoiets van, nou, dat hoeft van mij helemaal niet. En ik heb me er ook nooit zo mee bezig gehouden in het verleden. Maar goed, mensen praten hier dan toch over de streep van, joh, en dat hoort erbij. En dat is leuk. En het is leuk. Ik moet dat eerlijk bekennen. Het is, de avond op zich vond ik heel erg geslaagd. De manier waarop het opgezet is. En vind ik echt een stuk waardering ook voor de organisatoren. En ja, voor de rest overweldigend. Bloemen, cadeaus. Heel veel mensen die even de hand willen schudden. Dus dat is heel erg leuk. We gaan even kijken naar wat beelden van wat je allemaal doet. 9 december hebben we het project wat we toch al dikke 1,5 jaar voorbereid hebben. Hebben we van start kunnen laten gaan. En daarmee is een lang gekoesterde wens van het wijkoverleg, maar ook van het college van Ridderkerk, om buurtpreventie in Drievliet het Zand gerealiseerd te krijgen, is daarmee in vervulling gegaan. Ik hoorde van de allerlaatste. De preventieve werking is eigenlijk dat we veel dingen bekijken, ook in kaart brengen.
als zijn de open ramen, toegankelijke tuinen, donkere plekken, hangjongeren en al dat soort zaken meer. Waar de bewoners van zeggen van dat verdient gewoon aandacht. En nu in de eerste 3 maanden van dit traject krijgen de lopers opleiding, cursussen, trainingen. Wordt er al gelopen. Dus al met al een zeer positieve ontwikkeling. Trots op je moeder? Ja, absoluut. Ja. Nee, ze zet zich altijd heel erg bij zich erin vast. Dit soort dingen, ze bijt zich erin vast. En het is leuk om dan te zien dat ze daar ook een stuk waardering van krijgt vanuit de gemeente. Dat is iets om trots op te zijn, absoluut. Ja. Hans, de man achter Attie, om het zo maar te zeggen. Maar jullie doen het altijd samen, neem ik aan. Naast Attie, ja, zeg ik dan maar. Ja. Ja, wij doen veel samen. Ja. Ondanks dat ik dan ook door mijn werkzaamheden als chauffeur zijn er wel heel de week van huis ben. En daarom is het wel prettig dat ze wat doet. In haar situatie vind ik dan, zeg ik altijd. Vorige week hadden we toevallig met de kinderen het erover en toen was ja, mama is een gigant. Maar, zeiden wij gezamenlijk, wij zitten in een huis vol giganten. En om die reden eigenlijk dat ik dacht van, ik draai het dan maar om naar mij toe. Omdat ik door mijn werk heel de week van huis ben, dat kan niet zonder een goede thuisbasis. En dat is voor een gedreven vrouw zoals dat die ook, dat kan ook niet zonder een goede thuisbasis. Ja, nou, dus niet heel eerlijk. De kerk staat gelukkig vol met geraniums. Maar inderdaad, er zijn zoveel organisaties die om mensen springen om dingen te doen. En ga gewoon eens rondkijken en maak de keuze die bij je past. Want niet alle vrijwilligerswerk is geschikt. Het moet ook bij jezelf passen. Oké, Attie. Heel veel wijze woorden, hoop ik, voor die kijker die thuis misschien achter die geranium of een andere plant zit. Ik zou zeggen, geniet er nog lekker van deze avond en ga er weer een mooi jaar van maken. Ik hoop het zeker. Het is voor mij in ieder geval een stimulans om bij leven en welzijn en je gezondheid, het is allemaal belangrijk, maar om daar zeker mee door te gaan. Want sinds een aantal jaren hebben we, zoals u weet, ook de prijs voor de jonge vrijwilliger van het jaar. En dat is ook altijd een fantastisch moment, vind ik. Niet dat we daarmee zeggen, de jeugd heeft de toekomst. Want wij hebben de jeugd nu al. De jeugd hoort nu ook al bij Ridderkerk. En is het ook goed om al die kanjes die nu al zo zichtbaar op jonge leeftijd bezig zijn als vrijwilliger, vol betekenis ook eens eventjes flink op het schild te heffen. En dat doen we ook vandaag. Sinds 2005, zoals ik net zei, zijn we daar ook mee bezig met de jonge vrijwilliger van het jaar. En dit jaar zijn er 2 jongeren aangemeld voor de jonge vrijwilliger van het jaar. U heeft ze gezien op die prachtige beelden. Genomineerden zijn weer in alfabetische volgorde Corina Gouweloos, die zich toch echt bezighoudt met de gehandicapte sport. Fantastisch gewoon. Dat vind ik zo ontzettend stoer. Kom maar gauw naar beneden. De assistent ben ik. Bram, wat vind je nou leuker? Het bezig zijn met muziek of met je vrijwilligerswerk? Het is allebei heel erg leuk om te doen. Maar muziek maken is toch eigenlijk wel leuk. Dat zit natuurlijk in je genen. Ja, dat klopt. Dat zit daar eigenlijk in. Oké, waar wil je mee beginnen? Nou, met Corina Gouweloos als ik het alfabet doe. Oké, Corina. Corina. Goed zo. Volgende. Bram Hooghart. Bram. En dan nu het spannende moment. Het wordt, ja, tromgeroffel. Heel goed. Dames en heren, de kandidaatstelling voor de jonge vrijwilliger van het jaar gebeurt natuurlijk ook niet zomaar, maar is op basis van een voordracht door een aanmeldende organisatie. En de betekenis van de jonge vrijwilliger van het jaar moet vooral blijken uit de motivatie, de motivering van de voordracht door de aanmeldende organisatie. En daaruit moet dan blijken hoeveel zo'n jong mens al betekent voor en de organisatie, maar ook voor onze totale Ridderkerkse samenleving. Houden jullie het nog vol? Op diverse terreinen in voor Suze Korda. Dames en heren, de jonge vrijwilliger van het jaar 2020.
vrijwilliger te zijn van Ridderkerk? Nou, ik vind het een hele eer dat ik genomineerd ben sowieso. En dat ik het gewonnen heb, vind ik heel erg leuk. Vind ik echt heel erg leuk. Dus, ja. Je vrijwilligerswerk is vooral bij Susum Corda, zeg maar. Muziekvereniging. Je doet ook heel veel. 1000 poot binnen de organisatie, zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Ik assisteer in de jeugdcommissie. Ik doe mee met verschillende onderdelen op het muzikale vlak. Dus ik doe echt heel veel, tenminste heel veel. Ik doe vrij veel binnen de vereniging. We hebben in het filmpje ook gezien dat je lesgeeft aan de andere jongens, zeg maar, die het leren. Dat lijkt me ook wel aardig leuk werk om te doen. Geeft veel voldoening. Dat is zeker waar. Het is heel erg leuk als je ze dan in de groep ziet staan en dat ze dan op volle kracht mee kunnen doen. Dan is dat zeker een stukje voldoening om dat te zien. Dus. Wat kunnen we nog meer verwachten van de jonge vrijwilliger? Wat zijn jouw toekomstplannen voor bijvoorbeeld de vereniging? Of andere verenigingen waar je misschien ook hobbymatig mee bezig bent? Nou, sowieso heb ik nu al handen vol om binnen deze vereniging zo te blijven werken zoals ik nu doe. Dus heel veel zal daar niet bij komen, zeer waarschijnlijk. Maar wellicht in de toekomst, in de verdere toekomst, dat ik nog andere dingen kan gaan doen dan wat ik nu al doe. Dus... Okay. Nou, in ieder geval, ga er lekker van genieten. En veel plezier. Dankjewel. Dames en heren, namens de politie van Ridderkerk mag ik u mededelen dat de winnende genomineerde is Joke van der Linden. Winnares van de held van Ridderkerk, Joke van der Linden. Hoe voelt het zo na afloop om held van Ridderkerk te zijn? Heel onwennig. Ik ben dat niet gewend, maar het is wel hartstikke leuk. Dat toch een kleine waardering tegenover staat. En ik ben al jaren eigenlijk bezig met alles, maar ik vind het nooit zo leuk om in het zonnetje gezet te worden. Daar word ik altijd een beetje verlegen van. Maar verder is het hartstikke leuk toch. En alle mensen zijn er toch wel positief over dat ik het heb gedaan. Dus vooruit. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd met de prijs. En we hopen dat Ridderkerk gewoon heel blijft. En dat meer vrijwilligers moeten er komen. Veel meer. Want het is zo leuk werk. Je krijgt zo'n waardering overal voor. En vooral in je buurtje, als je een speeldag organiseert voor de kinderen en de ouderen, is het hartstikke gezellig. Je krijgt er heel veel voldoening van. Dus mensen, meld je allemaal aan. Oké, daar komt ie. Afloop van het grote Gala der Giganten 2009, met een terugblik op 2008, praten we na afloop nog even na met de organisatie. In ieder geval twee personen daarvan, want Junai de Boon en Tom Koeman. De avond, het is een geslaagde avond vandaag, denk ik, Junaida. Ja, super goede sfeer, volle zaal, programma liep perfect. Leuke cabaretgroep die het omkleden, tevreden. Ton, ook hartstikke tevreden neem ik aan met het feit dat Bonnes als wijk winnaar is geworden. Dik tevreden, ja. Ja, nou woon ik daar ook. En nou zou de link heel erg zijn om te zeggen van nou, dan heeft hij de wijk voorgetrokken. Maar reken erop dat we dat heel erg goed bestuderen. We kijken het hele jaar door in de combinatie naar alle activiteiten die gepleegd zijn door alle wijken.
En Bolnes is er nou een keer dit keer uitgesprongen qua wijk. En die heeft dan ook na overleg ook nog eens een keer met de burgemeester. Want er wordt ook voorgelegd aan de burgemeester. Is die wijk uitgekozen tot wijk van het jaar 2008. Ga ik weer even terug naar Junaida. Ja, dat soort kruisbestuivingen van de Ridderkerkse wijken onderling naar elkaar. Is dat ook iets wat vanuit dynamiek bijvoorbeeld juist gestimuleerd wordt? Ja, onze collega René Belde, die opbouwwerker die de wijken ondersteunt, de bewoners om de initiatieven te ontplooien. Het is natuurlijk een trend dat bewoners, het vloeit een beetje in elkaar over. Actieve bewoners, vrijwilligers, beide reguliere vrijwilligersorganisaties. Het vloeit in elkaar over. Je ziet ook dat mensen die op één plek actief zijn, vaak ook de andere plek en de andere rollen erbij pakken. Dus zeker kruisbestuiving, ja. Want inderdaad, ja, je initiatieven in de ene wijk, ja, die kunnen net zo goed natuurlijk in de andere wijk ook opgezet worden of geïnitieerd worden. Net zoals we al de buurtpreventie hebben gehad. Maar er zijn nog zoveel meer mogelijkheden. Klopt, ja. Gelukkig ondersteunt de gemeente het ook met budget, faciliteiten. Het is gewoon een kans voor iedereen die iets wil ondernemen. Dat is natuurlijk ook het mooie altijd van vrijwilligerswerk. Ambities die je hebt of misschien creativiteit in het vrijwilligerswerk kan je eigenlijk veel kwijt. Dat is een goed motto voor vanavond, lijkt mij, zonder meer. Het Gala der Giganten volgend jaar, wordt dat nog groter dan vanavond? Nou, dit jaar was nieuw inderdaad de filmprojectie, wat super geslaagd is. We gaan het evalueren, we gaan kijken hoe we het nog beter kunnen maken. Maar in ieder geval, nu vandaag kunnen we terugkijken, denk ik, op een zeer geslaagde avond. Zeker, ja. Tevreden. Dus we gaan voorlopig even nagenieten. Tom ook? Ja, zeker. Het is gewoon een buitengewone avond. Je hebt zelfs de opkomst gezien. Die was fenomenaal. Nog veel grotere opkomst als vorig jaar. En je vroeg eigenlijk net van, hoe ga je dat doordoen als er meer mensen komen? Of hoe ga je nog een jaar? Ja, misschien moeten we wel uitwijken als dit te klein wordt naar een andere gelegenheid. En daar gaan we natuurlijk weer over denken. Maar we gaan zeker door, gelet op dit grote succes. Dankjewel. Graag gedaan.